Wij van Poon zijn natuurlijk betrokken bij al het dierenleed. Na tijgertje Sunny houden we nu een oogje in het zeil bij orca Morgan. Nu alleen even hopen dat deze ons bezoekje wel overleeft. Gaat goed met Morgan. Lekker aangekomen de afgelopen maanden, dus het gaat zeker de goede kant op. Wat er nou zo zielig aan. Het dier wordt hier al in gevangenschap gehouden. Het is uit de vrije natuur is het gekomen. Wetenschappers... Ja, hij lag op een zandbank dood te gaan. De voorwaarden zijn gewoon dat ze werken aan uitzetting. Dus er moet ook serieus gewoon gekeken worden. Dat doen ze nu toch ook? Nou, dat doen ze dus in die zin niet omdat... Gelooft het niet. Nee, maar het is meer dat we het in de gaten houden. En dat gelooft in orka-samenzweringstheorieën. Dat is een goeie. Onze intentie is altijd om het dier terug te zetten in de natuur. Dat doen we ook met de bruinvissen die wij hier al jarenlang opvangen. Alleen orka is even een iets ander verhaal. Zo orka vertegenwoordigt toch wel een behoorlijke marktwaarde. Ja, er wordt gesproken over commerciële doeleinden, maar het dolfinarium gaat dicht over 2 weken. Valt geen cent aan te verdienen. Oh, daar weet ik helemaal niks van. Nee. Moet je even inlijzen voor je gaat protesteren? Nou... hoe bedoelt u eigenlijk? Het is goed dat ze voor me zorgen, maar ik heb zoiets als hij nou gezond is, laat hem maar weer teruggaan. Hij is al niet gezond, hij heeft een wurmpje in zijn darmen. Oké. Okay. Dit is eigenlijk een gevalletje Morgan Free Fish. Een Free Fish? Wat bedoel je? Dit is heel erg jammer. Gelukkig hebben we zo meteen ontzettend goede mensen die dit wel goed kunnen begeleiden. Want het is wel duidelijk dat wij dit niet zo heel goed kunnen. Daar heb je zitten.